Wij willen in Utrecht een nieuwe behandeling voor patiënten met gewrichtsreuma onderzoeken, een bijzondere behandeling met celtherapie. Gewrichtsreuma is de meest voorkomende gewrichts in Nederland. Komt ongeveer bij 1% van de mensen voor. En het probleem van reuma is dat we ondanks alle vorderingen in de behandeling dat we patiënten nog steeds niet van medicijnen af kunnen krijgen. Patiënten zijn levenslang afhankelijk van vaak dure ...en ook dure medicijnen met ook bijwerkingen en daar zouden we eigenlijk vanaf willen. En wij hebben de hoop dat we door toepassing van deze behandeling patiënten van die medicijnen af kunnen krijgen. En wat houdt die behandeling nou precies in? Het gaat dus om celtherapie met cellen die we kunnen isoleren uit het bloed van patiënten zelf... ...en die cellen kunnen we in het laboratorium herprogrammeren en terugspuiten in een patiënt... Waardoor het afweersysteem van die patiënt hersteld wordt. Als het ware, we maken het afweersysteem van de patiënt weer zodanig krachtig dat de ontstekingsactiviteit in de gewrichten van die patiënten geremd kan worden. En dat principe hebben we in eerder onderzoek al aangetoond, maar nog niet in patiënten met gewrichtsreuma onderzocht. Dus dat zou als het werkt, inderdaad, zoals we hopen dat het werkt. Dan zou dat ons in staat stellen, hopelijk dat niet alleen die ziekte langdurig onder controle kan blijven, maar ook dat patiënten van die dure geneesmiddelen afkomen met die bijwerkingen. En dat zou een belangrijke winst zijn in de zorg voor patiënten met gevrichtsreuma en wellicht, en hopelijk, een eerste belangrijke stap op weg naar genezing.